Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, hier is het prima, ja. Allemaal kinderen in corona-quarantaine gehad. Je kent het allemaal gesodemieten wel. Maar dat gaat allemaal weer goed, joh. Ik zie het wel. Ik kom maar door. Ik heb het gevoel dat ik er doorkom. Hey, wat zit er onder het doosje? Laat mij dat nou eens weten. Wat heeft Ahmedje opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Lijkt wel of ik vrolijk ben. Daar moet ik nog even aan wennen. Nou. Weer McDonald's. Ik heb helemaal niets tegen McDonald's. Ik vind het soms wel lekker. Geef ik eerlijk toe. Het zijn dingen die ik echt lekker vind. Maar er zijn ook dingen die ik vies vind. En ik heb er niet altijd trek in. Sommige mensen hebben er wel tijd trek in. Maar jullie zeggen, ja, geef mij maar gewoon bij het ontbijt ook McDonald's. Dat is wel grappig, want het is nu ontbijttijd dat ik dit opneem. Sausage egg. Bacon egg. Oh, dit zijn ontbijtjes van McDonald's. Dat komt er wel weer goed uit. En wat hebben we hier? BLT egg. Nou ja, ik heb 3 ontbijtjes van McDonald's gekregen. Sausage egg is worst, ei. Ik heb bacon egg is spek, ei. Ik heb BLT egg. BLT, dat is een BLT sandwich. En de B staat voor bacon. De L staat voor lettuce, sla. En de T staat voor tomato. Als het goed is, maar dat weet ik niet zeker. Wel leuk om een keer te proberen, ik heb het nog nooit gegeten. Bacon egg, sausage egg, BLT egg. Waterloop niet in mijn mond, zeg. Laten we eens kijken en gaan proeven. Wie gaat er nou ontbijten bij de McDonald's? Dit is McMuffin Bacon Egg. Nou, het broodje ziet eruit alsof het twee kontjes is van een bolletje. Er zit dus een plakje kaas tussen, bacon, ja, en dus een ei. En hier zit een ei tussen. Oh, hier zit ook nog een plakje kaas. Oh nee, er is 1 plakje kaas. Een ei, een plakje kaas, bacon. Dat kan toch haast niet vies zijn. Nou, gaan we eens even proberen. Het broodje is lekker, want het is een beetje hard. Meestal zijn die broodjes van de McDonald's verschrikkelijk zacht. Hier zit een beetje een bite in. De bacon is goed. Zout. Aanwezig. Het plakje kaas doet heel weinig. Maar dat is van die plastic kaas. En het ei, ja. Het ei is gewoon een soort van gebakken ei in een rondje. Maar dat moet natuurlijk heel oud zijn, dan gaan ze niet vers bakken. Het ei heeft helemaal geen smaak. Eigenlijk proef je van dit alleen de bacon. En die is goed hoor. Het ei proef je geen moe van. Nee, het is een beetje bacon. Volgende. Dat is dan met worst. Kijk eens nou. Het zit er. Kijk, hetzelfde concept. Alleen in plaats van bacon hebben ze er nu een worst op gedaan. Nou ja, dit is natuurlijk geen worst. Dit is gewoon een soort hamburger. Met weer zo'n rondje ei. En weer die alles aan elkaar plakkende plastic kaas. Proeven. McDonald's ontbijtjes. Ik denk als je dit heel vaak doet, dat er toch iets met je aan de hand is. Dat je toch verkeerd dieet volgt. Nou, dat is wel een rare worst. De worst is raar, omdat het natuurlijk geen worst is, maar gewoon een hamburger met worstvulling. Maar het is wel lekker. De worst is op smaak. Niet alleen qua zout, niet alleen dat je worst proeft, maar ook qua peper. Die geeft er een beetje pit aan, die geeft er een beetje een bijtje. Deze is lekker.
En dat het eitje niet zoveel doet. En een plakje kaas er alleen maar voor de plak bij zit. Dat zou wel. Het broodje is namelijk erg lekker. En die worst patty, die worst hamburger, zeg maar. Die is gewoon hartstikke smakelijk, joh. Ik vind het gewoon hartstikke lekker. Jezus. Laat ik hem maar niet helemaal opvreten. Want ik kan zo langzamerhand beter rollen dan lopen. De laatste van het ontbijt is de BLT egg. Dus dat is dus met een beetje gezond sla en tomaatje erop, neem ik aan. Ja hoor. Kijk, hier zit dus sla. Daar loopt de bacon er al af. Oh, hier is een plakje tomaat, hè, dus de thee. En dan weer het eitje met de kaas. Hier heb je het gevoel dat je ook licht gezond aan het ontbijten bent. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, want die kaas en die bacon en het ei, ja, dat is gewoon een hele grote smerige vette uitsmijker. Maar goed, ze hebben hier gewoon lekker een pakje tomaat bij. En dat vind ik wel lekker hoor. Tomaatje maakt het lekker hoor. En de sla ook. De sla smaakt nog niks, maar er zit dus een bijtje in. Alleen het tomaatje maakt het. Het tomaatje maakt het eitje lekker. Het is nu weer een eitje met tomaat en bacon. Prima combinatie. Niks mis mee. En dan die sla. Ja, het is gewoon. Sla heeft ook een smaakje trouwens. Niet helemaal. Dat is even voor sla, joh. Maar wel andijvie. Het BLT-ontbijtje van de McDonald's is ook helemaal niet slecht hoor. Prima. Het is niet te geloven. Ik denk dat mijn diëtist dit filmpje niet moet zien, want dan krijgen we straf. Maar ik zit dus ontbijtjes van McDonald's te eten en ik ben positief verrast, joh. Nee, maar echt. Oké, deze was natuurlijk saai. Deze was al heerlijk. En deze is helemaal prima. Ja. Niks meer te doen. Tijd voor de cijfertjes. En die cijfertjes worden goed voor Mackie, Snacky, Bekkie. Je Mackie, Chappy, Bappie. Vrouwelijk en lekker ontbeten. Kind kan nog afdoen. Ja, over de basic, hoe heet die? Bacon en egg, McMuffin ontbijt ding. Was ik niet heel erg te spreken, omdat ja, het ei doet weinig. Het ei heeft echt iets nodig wat het ophebt. Dat doet het in dit geval niet. Hier zit gewoon alleen maar bacon op. Bacon is lekker. Het ei en het kaas doet hem gemoerd. Het broodje daarentegen is echt een lekker broodje. Ze zouden hier ook een hamburgertje op kunnen maken, hoor, wat mij betreft. Maar ik vond het saai en iets veelzeggend en een beetje lullig. Dus die krijgt van mij een 5. De McMuffin ontbijt sausage en egg. Bevat helemaal geen sausage, maar gewoon een soort hamburgerplakje met worstsmaak. Maar wel een heel lekker hamburgerplakje met worstsmaak. Want die smaakt gewoon lekker naar worst. En naar zout en naar peper. Ja, en dan komt het eitje er lekker uit. En is er een helemaal oncompleet broodje geworden, hoor. Ik zou zeggen, dit is helemaal niet vies. Ik zou zeggen, waarom zou je niet eten? Ja, omdat je niet dik wil worden. Maar als ontbijt is prima. Heerlijk. Ik krijg er maar een 7. Een 7 voor een hamburger ontbijt broodje van de McSnack. Gaat het goed met je, Jan? Ja, want lekker is lekker. En de BLT Egg McMuffin is nog beter. Heerlijk tomaatje. Eitje houdt het op. Bacon is prima. Sla is goed. Broodje is goed. Deze krijg je mij gewoon. Een 8. Die kun je gewoon kopen als je vlug naar je werk moet. En in je mondje stoppen. Hoef je helemaal niet te schamen. Want er zit tomaat en sla bij. Dus je kan altijd zeggen dat het een broodje gezond was. Ja. Dit is voor mij nieuw hoor. Ik heb nog nooit ontbeten bij de McDonald's. En ik moet zeggen, het is mij hartstikke bevallen joh. Het is gewoon prima te doen. Die is saai, alleen maar bacon en egg, maar die met worst. En de BLT, is gewoon toppie.
Wel lekker, man. Ik zou het overigens niet elke dag eten, want ja, dan ontplof je op een dag. Maar goed, dag.